je hem laat rommen, gaat het makkelijk. Wat gebeurt als je naar boven rijdt en je gaat dit doen? Als het stil is, klap je achterover. Precies. Dus je moet je gewicht laag houden en zorgen dat je wiel aan de grond blijft. Wat heel veel mensen van jullie al deden was een beetje gaan staan en naar achter hangen. Dat is precies wat je moet doen als het heel stil is. Maar besef je, als je naar beneden gaat, hou je gewicht. Ga niet mee in die beweging naar beneden met je lijf, maar blijf laag. Ja, Roos. Ah, mooi zo. Die weten nu, dat kan ik wel rijden. Die mogen voor mij best wel even een klapper opgeven. Maar we gaan dus zo min mogelijk remmen en wel doortrappen. En alles in je lijf verkrampt, remmen, stoppen met trappen. En op het moment dat je verkrampt op je fiets zit, heb je geen controle meer over je fiets. Maar heeft het parcours controle over jou. Dus dat gaan we niet doen. Blijf trappen en als je 60 keer tegen jezelf moet zeggen blijf trappen, blijf trappen, blijf trappen, is dat oké, dat doe ik ook. In mijn hoofd. Gaan jullie mee?